Vandaag zijn we uitgenodigd bij het inloophuis. Daar hebben ze een kerstmiddag. En dat hebben we in de Bospoort. Annie Alberts, wat is jouw functie hier? Ik ben ouderadviseur bij het Sociaal Werk Oldambt. En dat is feitelijk gezien mensen ondersteunen bij het zelfstandig wonen. Nou zijn we hier, volgens mij is het inloophuis, hè? Klopt dat? Wat gebeurt hier? Nou, dit is het. De Bospoort is feitelijk gezien het gebouw, hè? En in de Bospoort hebben wij het inloophuis. Dat is de koffieleut, dat hebben we opgericht in april afgelopen jaar. En dat is feitelijk gezien dus twee keer in de week, 's middags. En dat is voor mensen die gewoon denken van, nou, ik wil gewoon lekker een bakkie doen. Ik wil even kletsen. Ik wil een spelletje doen of ik wil even sjoelen. Dat kan allemaal. Je hoeft ook niks. En elke middag zijn de vrijwilligers. Of die dinsdag en donderdagmiddag zijn de vrijwilligers. En nu is het een kerstmiddag, duidelijk, hè? Ja. Nou, weet je, dat is altijd het grappige binnen ook van mijn werk. Op het moment dat we activiteiten organiseren, komt dat altijd vanuit de burgers. Je ziet Walter daar spelen bij het inloophuis. Walter, die kwam op een gegeven moment van, goh, ik wil graag vrijwilligerswerk doen. En toen hebben we samen gezeten, zo van, nou, wat vind je leuk, wat gaan we doen? En toen hebben we een activiteit muziek met Walter opgericht. Die is één keer in de 14 dagen. En daar kan iedereen naartoe. En dan zingen we gewoon gezamenlijk. We drinken koffie. We kletsen wat. Super gezellig. En zo werkt het met alle activiteiten. Want we hebben daar de groep mensen uit het taalhuis. Helene die kwam op een gegeven moment en die zei van, goh Annie, ik heb een aantal vrouwen. En die willen gewoon informatie. Ik zei, nou prima, kom maar. En dan ga ik me even voorbereiden. En vervolgens hebben we die ochtend gehad. En willen de vrouwen, die willen graag een activiteit. Dus in januari gaan we samen met hun om de tafel om een activiteit te organiseren. En dat wordt waarschijnlijk buikdansen. Walter, jij speelt gitaar en je zingt. Doe je dat elke middag? Nou, ik heb wel vaak dat ik mijn gitaar erbij pak bij vrienden. Dat vind ik gezellig. Of een optreden van één persoon, een paar liedjes. Of op Facebook, gewoon een paar liedjes tijdens een live. En één keer in de twee weken dan doen we in de Bospoort voor iedereen die het gezellig vindt. Gratis bakje koffie erbij, koekje erbij. En een beetje problemen even vergeten. Want het is wel een hele rare tijd. Ja, dat is het zeker. Nou, ik zei net tegen jou, van, ik weet je, het is... dit zou zo zonder muziek zou het eigenlijk niks zijn. Maar juist die muziek en dat zingen en dat kniepertjes bakken, het is ontzettend gezellig. Ouderwets, hè? Weet je, de gitaar die ik heb, die heb ik al vanaf mijn 15e. Dus is mijn trouwste kameraad, zeg maar. Die is altijd bij mij geweest, ik ken mijn hele leven. Het is wel niet zo heel veel meer, maar ja, het is wel nostalgie. En ik zou ook geen andere gitaar willen. Ik heb net helemaal laten opknappen. Dus muziek is mijn leven, dat weet je wel. En jij hebt jezelf aangemeld hier destijds bij het inloophuis, bij Annie? Ja, ik vind zelf, als je, ik ben 13, 14 jaar terug heel ziek geweest. En ik ben blij en dankbaar dat ik nog leef. Dus als ik dan iets terug kan doen voor mensen die er doorheen zitten, en dat zijn er nogal wat. Ja, dan is dat een mooi geschenk als mensen eerst depressief zijn. En het eind van de middag gaan ze met een glimlach weg, hè? Nu gezellig kniepertjes bakken, hè? Ja. Waar is dat vandaan gekomen? Nou, dat zal ik je vertellen. We zaten even aan het overleggen met de vrijwilligers van het inloophuis. Ik zeg, goh, moeten we nog even iets speciaals doen voor kerst? Ja, nou, dat komt wel. Nou, weet je wat, we gaan kniepertjes bakken, we nodigen Walter uit. En vervolgens kom ik bij mensen en dan zeg ik, komen jullie op 20 december voor het kniepertjes bakken? En toen zei mensen, ja, maar ik heb ook kniepertjes hier. Kom gewoon. En dus. En toen was er een andere mevrouw die ik ook uitnodigde. En die zei, daar kom ik ook in bakken. En die zei, weet je wat, dat moet je gaan verkopen.
Dus zodoende zitten we hier nu met een hele groep te bakken. En nou, de kosten, het is gewoon kostendekkend. En het gaat erom dat het een beetje kietspelen, maar gezelligheid staat voorop. Dat is waar het om gaat. Waarom kom je hier regelmatig? Hier wordt aangeboden muziek met Walter en dat is één keer in de twee weken. En we zijn hier nou met een kleine groep mensen. Soms zijn het dezelfde mensen en soms komen er wat nieuwe bij. En het is ook mooi als er nog heel wat mensen bij kunnen komen in de toekomst. Zodat er nog meer mensen mee kunnen doen aan de muziek en de gezelligheid. Jij houdt van zingen? Ik hou ook van zingen. Een heel gelukkig kerstfeest. Voor jou, voor mij, voor allemaal. Voor jou, voor mij, voor iedereen. Hartstikke mooi, dankjewel. Wanneer kunnen mensen hier terecht in het nieuwe jaar? Voor de koffie. Voor de koffie. Op dinsdagmiddag en donderdagmiddag is het inloophuis van 1 tot half 4 open. En kan iedereen komen. En voor de rest, we hebben muziek met Walter. We hebben nog meer activiteiten. Kom langs. Kom aan. Je kan een boekje opvragen. En we hebben allerlei informatie. Oh,